Opnieuw? Yes. Weet het niet. Oké, okay, goed. Dat was zo goed toch? Twee zinnen. Ready. Goed. Woensdag aanstaande zal het gebeuren in mijn hotel, jullie congres. Waar gaat het precies over, meneer Pascal Vrijder? Het gaat over zaken doen met Curaçao, Suriname en Nederland. En we hebben natuurlijk in februari het eerste congres georganiseerd. Nou, dat beviel zo goed dat we dachten dat we moeten terugkomen. Waar gaat het precies over? Het gaat eigenlijk over het bevorderen en stimuleren van de relaties onderling. Wij gaan internationaal een beetje staan, met name voor de zakelijke verbinding tussen ondernemers binnen landen waar Nederlands één van de voertalen is. Nou, toevallig heb ik er net drie genoemd. Die andere zes kan ik nu niet zeggen, maar in feite is dat wel waar het om draait. Hoe ziet jullie programma precies eruit? Om te beginnen bij u, de als tweede, meneer Silvino Seymour. Ja. Jullie programma van de dag. Ons programma van de dag is dat, we hebben ook een spreker vanuit Nederland, Peter Heesakkers vanuit Welten. Welten is ook al gevestigd in Suriname. Dus die zal het gaan hebben over outsourcing tussen Nederland en Suriname. Hoe Surinaamse ondernemers daar vooral van kunnen profiteren. Vervolgens zal Guido Jansen het hebben over Curaçao als land om mee samen te werken, maar ook als hub richting Latijns-Amerika. We hebben ook de bekende Karen Evers natuurlijk, die het zal gaan hebben over hoe zij internationaal succesvol, maar ook nationaal in Suriname natuurlijk succesvol onderneemt. En we hebben nog een ondernemer die met ons in oktober heeft deelgenomen aan de handelsmissie naar Curaçao. En twee maanden geleden haar eigen bedrijf, een tweede vestiging, is gestart op Curaçao. Het is jullie tweede congres. Hoe was de eerste event terugblik? De eerste editie was uitverkocht. We konden eigenlijk maar 75 man. Maar uiteindelijk hadden we volgens mij 86 mensen binnen. Ook voor deze editie hebben we slechts enkele kaarten nog over, dus we verwachten dat na dit interview het ook heel goed zal gaan lopen. Heel goed zal gaan. Naast u zit mevrouw Tammy's. Tammy's Koop. Ja. Tammy's Koop, u bent van de Sensa Studio Curaçao. Klopt. Wat betekent zo'n congres voor jullie? Oh, het is heel waardevol. Op één avond krijg je heel veel informatie die je normaliter zelf naar op zoek zou moeten gaan. En nu is alles gebundeld in zo'n avond en je krijgt de kans om te netwerken met mensen die waardevol kunnen zijn voor je netwerk. Ja. Is het volgens u gegroeid? Dus de handel tussen Suriname, Curaçao en Nederland, is het gegroeid? Toevallig zag ik van de week Surinaamse producten op Curaçao die ik daarvoor niet heb gezien. Dus ja, als ik daarvan uit moet gaan, ja, het is in ieder geval is het aan het groeien. Dat het kan ik wel zeggen. Ja, is aan het groeien. Ja. Oké, okay, naast u zit dus de spreker van de avond, dus woensdagavond. Het is avond trouwens, toch? Eén van de sprekers. Ja. Dat is meneer Guido Jansen. Goeiedag, meneer Jansen. Dankjewel. Wat gaat u de mensen zoal vertellen? Nou, ik ga een positief verhaal houden over de mogelijkheden die het Nederlands talig gebied. Vandaar dat ik ook de uitnodiging graag heb aangenomen. Want ik deel de visie van beide heren dat als je de taal spreekt, je makkelijk zakelijk kunt doen. Dat je makkelijk kunt verbinden. We hebben het er net al even over gehad. Het zal een verhaal gaan worden over de mogelijkheden die de samenwerking met name tussen Curaçao en Suriname biedt, dat Suriname een heel rijk abundantie heeft aan grondstoffen en mogelijkheden en Curaçao een abundantie heeft aan connecties met de rest van de wereld, markten, wil kijken, wil zoeken naar de mogelijkheden die dat geeft voor beide naties. Okay. Mevrouw Tammy, als ik mag zeggen, mevrouw Tammy. Mevrouw Scoop. Mevrouw Scoop. Mevrouw Scoop. Oké, jullie hebben het ook over de taal gehad, dat niet is Nederlands natuurlijk. Gaan jullie dat echt houden op die drie landen dan, om de taal? Of gaan jullie nog een land erbij halen? Voor onze business? Voor jullie business. Nee, voor ons maakt niet uit. Wij zijn echt op zoek naar internationale connecties. Het voordeel van op Curaçao opgroeien is dat de meeste mensen kunnen vier talen spreken. Dus Engels, Spaans, Nederlands en Papiamento. Dus wij kunnen veel kanten op daardoor. Dus wat zij zeggen, dat de taal verbindt, dat begrijpen we ook heel goed. De taal verbindt dus. Exact. Meneer Seymour, het is jullie organisatie, dus daar staan jullie sowieso achter. Ja, voor wie is jullie congres bedoeld? Ons congres is bedoeld voor het MKB. En met name de ondernemers die aangeven van we zouden graag in het buitenland willen ondernemen. Eén, om natuurlijk de visa te kunnen verdienen. Maar twee, omdat het ook natuurlijk de Surinaamse economie stimuleert.
Meneer Frederik, om weer terug bij u te komen. Jullie hebben goede sprekers laten halen. Dit is jullie tweede congres. Wat maakt de tweede eigenlijk, dat we zeggen, beter of anders dan de eerste? Nou, omdat we dit keer bewijzen hebben. We hebben mensen aanwezig die kunnen vertellen over hun eigen praktijkervaringen. Meneer Simon gaf het net al aan. En een van de deelnemers die daadwerkelijk begonnen is en zelfs haar tweede bedrijf of tweede vesting gaat openen. En ja, die gaan we interviewen. Dus die kan vertellen over haar bevindingen, haar ervaringen tijdens de missie. En hoe dat een voordeel kan zijn voor de aanwezige Surinaamse ondernemers. En ik denk dat dat nummer één is waarom ja, toch wel congres nummer twee een groot succes zal gaan worden. Het is woensdag aanstaande, wat is de tijd? Om 6:30 gaan we beginnen. Ik raad mensen wel aan om iets eerder te komen vanwege de verwachte drukte. Oké, het is dus 6:30 startend. U de tijd, de kans nu, meneer Simon, om de mensen op te roepen. Kunnen ze nog registreren? Is er nog plek? Ja, er zijn nog enkele plekken open. En als men zich wil, men zich wil registreren, kan het via internationaalambitieus.com. En dan staat er een kopje boven met evenementen. En vervolgens staat het event, congres zaken doen met Nederland, Curaçao en Suriname. Mooi op de website. Zijn jullie al bezig te plannen voor een derde? Zeker, voor volgend jaar.
Yeah.